We gaan ze door de gehaktmolen draaien. En dan bedoelen we echt het kabinetsbeleid. En we gaan daarmee symbolisch aangeven, joh, dit is waardeloos wat jullie aan doen. En kom met een bod voor de zomer, want we willen rust in de tent. Kom het niet, dan gaan we echt nog forsere acties doen. De nood is dus hoog, zo ook bij politieagent Geert. Omdat ik dat gewoon niet vol ga houden. Ik wil nog een paar jaar met mijn vrouw een paar leuke dingen doen. Daar heb ik al die jaren voor gewerkt. En ja, dat zou ik graag willen. Ik wil graag proberen gezond oud te worden. Maar ja, je merkt gewoon dat het elk jaar zwaarder wordt. En ook de boete op eerder stoppen met werken, de zogenoemde RVU-boete, is de vakbond een doorn in het oog. We krijgen straffen, fiscale straffen, als we eerder willen stoppen. Dus het komt er nu op neer dat een politieman of vrouw van in de 40, die moet doorwerken tot bijna 80 jaar. En daar zijn we echt boos over. Dit geldt ook voor militairen. En daarom wil defensieminister Ank Bijleveld zo snel mogelijk met alle partijen om tafel. Pensioen is uitgesteld loon, zoals u misschien weet. En daar heb je de werkgever en de werknemers voor nodig. Dus daar moet ik gewoon even rustig wachten op wat collega Koolmees doet. Maar wat mij betreft, als het gaat om de CAO voor defensie, moeten we gewoon zo snel mogelijk aan tafel. Soms heb ik het idee dat de ministers wel luisteren, maar soms heb ik ook het idee dat het geld regeert. En dan zien ze toch weer veranderen.